Het is deze week precies 20 jaar geleden dat in Duitsland de muur wegvalt tussen Oost- en West-Berlijn. Wat als je op een dag wakker wordt en er is voor je deur een muur gebouwd die dwars door je tuin loopt? Je kunt niet meer aan de overkant van je straat komen. Je kunt niet meer naar school. Of je kunt je beste vriend nooit meer zien. Dit gebeurt in Duitsland, bijna 50 jaar geleden. Op dat moment is Duitsland niet de baas in eigen land. Duitsland is eerder de Tweede Wereldoorlog begonnen. En wanneer het de Amerikanen, Russen, Fransen en Engelsen lukt om Duitsland te verslaan, besluiten zij het land onderling te verdelen. In het westen komt een Amerikaans, een Frans en een Engels deel. En in het oosten komt het deel van de Sovjet-Unie, van de Russen dus. De hoofdstad van Duitsland, Berlijn, ligt midden in het Sovjet-deel, maar wordt ook op dezelfde manier verdeeld onder de vier landen. Je hebt nu dus West- en Oost-Berlijn, maar ook West- en Oost-Duitsland. De Duitsers weten het nog niet, maar deze scheiding zal hun leven veranderen. Amerika en de Sovjet-Unie zijn dus beide de baas in Duitsland. En op dat moment ook de twee machtigste landen van de wereld. De Sovjet-Unie is communistisch. De regering zorgt voor de bevolking. Naar school en het ziekenhuis gaan is voor iedereen gratis. De regering bemoeit zich veel met de bevolking. Bedrijven moeten bepaalde producten maken. En de mensen mogen geen kritiek geven op de leiders. De regering verdeelt alles gelijk onder alle inwoners. Of je nou arts bent of timmerman, iedereen krijgt hetzelfde salaris. Amerika is kapitalistisch. De bevolking moet voor zichzelf zorgen. Als je geen geld hebt, kun je niet zomaar naar school of naar het ziekenhuis. De regering bemoeit zich minder met de bevolking. Bedrijven maken producten die ze zelf willen maken. En de mensen hebben meer vrijheid. Ze mogen kritiek geven op de leiders. Iedereen krijgt een ander salaris. De een kan heel rijk worden en de ander heel arm. Het ligt er maar net aan wat voor werk je doet. Deze twee regeringsvormen beïnvloeden het leven in Oost- en West-Duitsland enorm. De verschillen tussen de twee delen worden steeds groter. De Oost-Duitsers zijn armer. Het gaat slecht met hun economie en ze zijn niet vrij. Ze moeten naar hun regering luisteren, want anders worden ze opgepakt. Veel Oost-Duitsers zijn ongelukkig. Ze willen naar het Westen. Men wordt in schritt und tritt kontrolliert. Egal wo man sich befindet. En dat gaat mittlerweile eben so weit auch in die private Sphäre. Dat heißt, sogar in der eigenen Wohnung ist man nicht mehr sicher. Sie wird umgängelt, es wird bestimmt, was diese Jugend zu tun und zu machen hat. Und ihr wird jegliche Chance genommen, ihr Leben frei und selbstständig zu bestimmen. Maar de Oost-Duitse regering wil niet dat haar inwoners naar West-Berlijn gaan. De regering bouwt daarom 's nachts plotseling een muur om West-Berlijn heen. De Berlijnse muur. De Berlijners worden 's ochtends wakker en zien opeens een muur dwars door hun stad. Dwars door hun straat. Meer dan 70.000 mensen kunnen nu door de muur niet meer bij hun werk komen. Vrienden zijn plotseling van elkaar gescheiden. En als de muur tussen jouw huis en die van je familie staat, dan kun je elkaar dus nooit meer zien. De muur zorgt voor veel verdriet. De muur. Prikkeldraad, mijnen, bewakers, water. Alles moet ervoor zorgen dat het onmogelijk wordt de grens over te gaan. En toch proberen duizenden mensen op allerlei manieren stiekem naar het westen te vluchten. Zelfs sommige soldaten vluchten de grens over. Sommige huizen staan precies op de grens. Als je uit het raam klimt, ben je opeens in het westen. Ida Zitman is de eerste die dat probeert, maar zij overleeft het niet.
Dit soort ramen wordt dichtgemetseld en de grenscontroles worden steeds strenger. Meer dan 200 mensen worden vermoord als ze proberen aan de andere kant van de muur te komen. Het duurt uiteindelijk 28 jaar voordat deze situatie in Duitsland verandert. De Sovjet-Unie heeft inmiddels minder macht en Oost-Duitsers protesteren steeds vaker omdat ze hun vrijheid terug willen. En dan gebeurt het. Op 9 november, precies 20 jaar geleden, vertelt de Oost-Duitse regering dat iedereen vrij is om de grens over te gaan. Niemand kan het geloven. Duitsers van beide kanten trekken massaal naar de muur en beginnen deze af te breken. De muur valt. De grens tussen het oosten en westen bestaat niet meer. Vrienden en familieleden zien elkaar weer terug na 28 jaar. Nu, 20 jaar later, zijn er nog wel verschillen. In Oost-Duitsland is er meer werkloosheid en de mensen verdienen minder. Maar toch zijn de meeste Duitsers blij dat de muur toen is gevallen. Sommigen hebben een stukje van de muur bewaard. En op bepaalde plekken hebben ze stukken van de muur laten staan. Als aandenken. Want de muur herinnert de Duitsers aan een nare tijd, maar ook aan hun vrijheid. Tja, je kunt het je bijna niet voorstellen. Maar toch is er op dit moment ook een plek waar een muur staat om mensen van elkaar te scheiden. Het Weekjournaal zocht Galet op in Palestina. Als Galet naar school wil, moet hij langs strenge controles bij zo'n muur. En Galets verhaal kun je zien op onze site.